Goedemorgen, ik zit in de trein en mijn haar is natuurlijk al helemaal messed up door die storm. Het regent keihard. Ik had je nog beloofd om de volgende dag te vertellen hoe mijn huid aanvoelt na de retinol van Shannon. Zo, zo'n druppeltje, dit. Dit. Oké, dit is mijn huid de dag daarna in heel, heel, heel hard licht. Het is amazing, dit is echt een wondermiddel. Wauw. Na één nachtje, joh. Crazy. Nee, geintje. Het kan natuurlijk niet dat je na één nacht een wereldwonder aan huidverbetering krijgt. Maar wat ik wel voelde toen ik vanochtend onder de douche stond. Ik was al helemaal vergeten dat Shannon en ik dat hadden gedaan. Ik voelde zo aan mijn huid en ik dacht echt, wauw, wat voelt mijn huid extra zacht vandaag. En toen dacht ik, oh my god, die retinol. Awesome. Dit is trouwens wat ik heb ontbeten. Eitjes. Heerlijk. En dit is wat ik aan heb. Een trui van de Mango met doorschijnende streepjes. Deze is van de collectie van vorig jaar. Leren rokje, kort leren rokje. Oh kijk, nu kan ik eindelijk dat borduursel laten zien. Mayo en neppe wens. Kom, we gaan naar Den Haag. Hallo G. G heeft net Chinese mensen gered van de storm. Maar ze zaten daar vast, ze konden nergens heen. Dus ze zaten nog een beetje te zwaaien. Maar dit is echt heavy. Ja, dus ik hield ze zo vast, maar we konden niet lopen. Ik viel bijna om en toen heb ik ze hierheen geduwd. Toen liepen we zo hier. Serieus? Maar wacht, zij konden gewoon niet verder lopen dan hier. Wat? Wat? Maar ik wil ook. Ik wil ook. Maar het waren twee. Ik wil ook voelen. Ja? Dus ja, helemaal... wacht. Ga maar hier. Doe voorzichtig, hè. Ik ga gewoon met hem. Ja, dat hadden die mensen dus ook. Hello, Hadness. Hello. Hello. How are you? In ons huis. Yay. Lang niet geweest eigenlijk. Lang niet geweest. Ja. En Yves, die waren net weg bijna buiten. Ja. Flashback. Mijn nichtje. Wauw. Ik heb je gewoon 7 maanden niet gezien. How are you doing? Mijn nies is echt zo mooi. Ninja Cat. Heel mooi meisje. Rotterdam. En ze is zo'n lief schatje, is het gewoon. Toch wel. Oké, dat is goed op een leuke manier. Hé, popje. Dat vlieg je echt naar. Oh, dit is echt mijn therapie. Instant zen. Een kat aaien. En dan al helemaal mijn nies. Fluffy. Simi. Simi is heel groot geworden. Jou heb ik ook heel lang niet gezien. Klein smiegje. Boefje is het. Mijn nies is dus blijkbaar gek op kaas. Kom maar. Wil je met kaas? Kom maar. Een gossie. Dit is zo cute. Nee, niet meer. Is het genoeg kaas? Kijk naar haar berenpootjes. Nog meer? Nee? Oh, dit is amazing. Dit is een corn tortilla met cactus en sla en kaas, gesmolten kaas en pesto. Super, super, super lekker. Ik heb zo lang geen wraps gegeten eigenlijk. En uiteraard, bam! Hotness. Kijk dit lijkt er gewoon op dingetje. Hoe heet ze nou? Blair Waldorf. Blair Waldorf natuurlijk. Kijk dan, dit is toch gewoon 1 op 1? Behalve dan de Mean Girl attitude. Oh.
so pretty. En ik hou van die jurk. It's so beautiful. Oh, en deze zak tamarinde snoepjes is er ook doorheen. 3 keer raden waar we gaan eten. Chicken! Waar komt het vandaan? Food! Gewoon, ik zou eerst zeggen, deze is ook al spicy. Probeer eens. Eerst die proberen. Ik heb een stukje spicy. Oh, maar dit is spicy. Zo? Ja, maar je hebt nu een halfje volgens mij. Die wordt een halfje. Ja. Dan neem je je citroenzap. Ja. Squeeze een beetje eroverheen. Yeah. Klein beetje, bewaar voor de rest. Squeeze it, baby. Squeeze it. Dan neem je deze kruiden. Er zit mint en... wat is het? Koriander. Koriander. Mint. Gooi je er een beetje bij, alle van allebei. Oh, en freaking G, serieus. Deze twee. Dit is Turks, toch? Dit is Turks, ja. En ik dan moet echt naar Turkije. En dan neem je die heerlijke saus. Dit is granaatappel saus. Ja. En dan doe je een beetje, gewoon een paar drips. Niet te veel. Uh-oh. Echt tiny, 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 want je moet de hele tijd ermee doen. Ah. En dan rol je hem zo als een pakketje en eet je hem op. Okay. En het is een beetje, je kan hem uitknijpen ook. Zo. En dan in die orde. Ik heb heel weinig saus. Ja hoor. Stop. Ja. Dit is zo freaking lekker. Maar wat doe je dan met die bladen? Oh, het hoort er officieel niet bij, voor makkelijker. Maar je kan wel bijvoorbeeld nu, neem je één blad en doe je daarop, sla daarop en dan rol je. Maar die munt ook en die herbs, it makes it perfect. Wow. We be chilling. Toch? Ja. Yeah. En de alfa's lopen voorop. We zijn op een missie. Oh, wacht! What? We have matching. Neppe vans. Echt gewoon too cheap om echte te kopen. Wauw, het is echt feest vandaag. Zo cool. Anymore. Oké, okay, ik zal het niet verpesten. Oké, okay, ultiem YOLO. Nee, geen kids. Zo YOLO zijn we niet vandaag. Crispy Rolls van Milky Way. Wat is dit? Oh ja, de Bad Cookies. Prins, ook super lekker. Kinderei. Haribo. Oh, dit is zo goddelijk. Dit is zo lekker. En dan... Kijk, en dan... Rabarber Crumble. Rabarber Crumble. Dat moeten we wel proberen. Dan hebben we KitKat Chunky. Ik denk dat we allemaal best wel elkaar aansteken. Want de ene zegt, oh kom, we gaan dit proberen. Oh kom, we gaan dat ook proberen. Maar ik zweer dat ik alleen een stukje hiervan wil en dit. Ja, maar dat is het ergste. Iedereen gaat ergens een stukje van nemen. Of we gaan van alles een stukje nemen en that's it. Super lekker. En ook nog dit. Oh, en we hebben ook nog dit. Appelsap en rabarber. Ja, is voor mij. Ja, maar ik wil ook een slokje. Ik wil dit ook proeven. Ik denk echt dat het door een kind is gebeurd. En ze wil de kast even ruiten. Appel rabarber drankje. Wow, dit is lekker. Ja? Ja, dit is echt heel lekker. Wauw. Dit is super lekker. Echt aanrader. Kom eens. Wait, laat me even laten zien. Dit. Gewoon bij de Albert Heijn to go. Rabarber, appelsap. Aanrader. Oh, een freaking G. Het is, hoe laat? 5:30. Half zes. Het is licht. Holy schmeckers. Goodbye. Slaap lekker. Wat rusten. Oh ja, dance. 6:30 in de ochtend. Zullen we nog uitgaan? Zullen we naar een festival, jongens? Yeah. Het is vandaag geen weeralarm. Y me gusta lo que siento en mí. Cuando estoy junto a ti. OMG, het is 7:30. Wauw. Ik heb net even mijn vlog afgemaakt en online gezet. Maar dan is het nu
tijd om deze vlog ook te gaan afsluiten met natuurlijk de vraag van de dag. En wat jullie nieuwsgierige aagjes heel graag wilden weten, is of ik een kinderwens heb, omdat ik zo gezellig ben met mijn nichtjes. Dat vind ik echt super lief om te horen. En ja, nou, heb ik een kinderwens? Weet je, ik heb eigenlijk altijd, ik denk tot mijn 27e, 28e gezegd, nou, kinderen zijn echt gewoon niks voor mij. Ze gillen, ze schreeuwen, ze maken heel veel rotzooi. Je bent er alleen geld aan kwijt en dan later zijn ze er ook nog eens ondankbaar voor. Maar ik moet eerlijk zeggen, hoe ouder mijn nichtjes worden, hoe meer ik me ben gaan realiseren dat dit echt iets is waar ik heel erg spijt van zou krijgen over 10 jaar als ik het niet zou doen. Want ze zijn zo schattig en zo lief en zo onbezorgd. Uit. Ja, je bent in je sas? In je sas met badendas? We gaan naar. Ze brengen zoveel geluk in de wereld. Dat heb ik een kinderwens? Nee, nu niet. Maar ik denk dat je op je 35ste ook nog wel kinderen kan krijgen. Dus ik wacht nog heel even en ga nog heel avontuurlijk doen totdat ik er echt niet onderuit kan. Wauw, dat klinkt echt heel fout, maar ik bedoel het niet zo fout. Ik moet echt gaan slapen. Kijk dit. Hoe mooi zijn deze spullen. Oh my god. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hier zo. Dat is hartstikke gezellig. En ik zie je morgen weer.